Ja. Yes, ik ben ready. Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van ons. Vandaag gaan we snoep testen. Ja man, deze lijkt me wel lekker. Cinnamon. Voordat we beginnen, we hebben al deze snoeps en alle lekkers van de Junior Supermarket in Amsterdam. Dus een dikke shout-out naar hen. Super gastvrij. Yes. En ik dacht, laten we eerst beginnen met de lekkere snoepjes. En die gaan we dan een cijfer geven. Mm-hmm. En dan gaan we door naar zuurachtige snoeps. Dus gewoon van 1 tot 0, toch? Ja, we gaan niet alles kunnen testen natuurlijk. Dus laten we even de plek een beetje opruimen. En dan gaan we even langs een paar snoepjes, oké? Okay? Ja. Wat vind jij de lekkerste, welke vind jij het lekkerste uitzien van alles wat we hebben gekozen? Oh, ik denk deze. Lasagna. Lasagna met hamburger. Dit is lasagne met hamburger. Ik denk dat dit toch wel... Of ik denk ook deze. Maar deze verkopen ze ook in Nederland. Maar ik denk dat veel mensen die van mac and cheese houden... Deze wel echt super lekker vinden. En ik denk ook deze. Dit zijn fluffy stuff birthday cake chips. Dit is gewoon suikerspin. Suikerspin chips. Oh. Oké, okay, waar ik echt het meest naar opkijk is op deze augurk, man. Dit is echt een kapot dikke zure augurk. Daar hou je wel van, een beetje dik. Ja, en ook wel zuur. Gadverdamme. 18 plus kijkers. En wat ik ook echt op hoef van is... Even kijken hoor, waar is het? Oh, deze. Dit zijn hete snoepjes. Oké, laten we de tafel ontruimen en dan gaan we beginnen met het proeven van de snoepjes. Oké, ik zeg jullie eerlijk, ik heb deze al stiekem opengemaakt. Dus jij mag hem eerst proeven. En gewoon vreedzak ook, hè. Wat is het eigenlijk? Het zijn Hershey's. Dit zijn volgens mij gewoon... Het is witte chocola met... Voor M&M's met Oreo, met Oreo erin. Ik denk dat dit sowieso wel... Wow. Ze zijn ook echt groot, hè? Maar jij mag eigenlijk niet, want jij hebt hem al gegeten. Ja, maar ik ben vergeten wat hoe de smaak was. Ik had echt verwacht dat er meer Oreo in zou zitten. Oké. Je weet toch als chocola oud is? Of een datum, hè? Ja, man. Deze krijgt van mij echt een 1. Een 1? Ja. Ik zeg 4,5. Nee man, ik vind het echt niet te eten. Nee? Je weet toch als koek overdatum is? Gewoon dat zachte effect. Ja. Ja man, het is echt niet een no-go man. Oké, we gaan door. Naar de Chip Ahoy. Met kokos, chunky. Oh, ik ga echt misselijk worden. En chocolade erin. Jij houdt toch van kokos? Ja man. Al die mix door elkaar. Ik hou sowieso van chocolate chip cookies. Hij ruikt wel lekker, hij ruikt naar kokos. Gewoon een karuik nu, die eet het gewoon in één keer op. Hele doos. Oké, deze is wel lekker man. Ja, maar gewoon een chocolate chip met kokos is wel echt lekker hoor. Jongens, deze is echt lekker man. Wil je wat van mij? Een 9,5. Ja? Maar dit zijn wel echt die koekjes. Als je er 4 van eet, ben je gelijk misselijk. Ik wou eentje al de hele tijd proberen. En dat was deze. De suikerspin. Want de zak is ook zo... als je hem ziet liggen, dan wil je hem gewoon openmaken. En het is birthday cake. Mm. Nou, aan jou de eer om hem open te maken. Mensen, ik heb ook een vraagje. Wat vinden mensen in Nederland zo bijzonder aan dit? Aan dit water? Fiji water. Ja, waarom? Het ziet er gewoon bougie uit. Dus dat is de reden dat iedereen... Ik weet niet, ik denk dat bloemetje ziet er gewoon echt heel natuurlijk uit. Ik voel me gewoon nog gezonder als ik het drink. Ja? Ja. Maar denk je dat dat ook de reden is dat iedereen het koopt? Oh, sorry. Auw. Je mag eentje. Geef dan. Ik dacht dus dat je bolletjes kreeg. Maar je krijgt dus een hele... Wow, het leek op een schoen. Ja. Op een kinderschoen. Kijk. Nee, dat gaat er niet op. Nou, het lijkt toch op een schoen. Mag ik ook een stukje schoen? Ja, maar ik hoef toch niet zo'n heel ding. Pak even een stukje. Wauw, dat is... Ik weet niet, maar het ziet er niet echt eetbaar uit. Is dat smaak? Ik hou sowieso niet echt heel erg van suikerspin, man. Oh, ik moet morgen echt naar de sport gewoon. Dit gaat echt niet worden. Wordt dat dik? Ah, het is echt heel zoet dit. Even proberen hoor. Oh, dat is wel lekker. Ja? Ja man.
Ik vind het echt te zoet. Ik ga voor mij een 7. Ja. Oké, dit krijgt van mij wel een 6,5. Oh, dus dat ging wel echt hoog zeggen. Oké, gaan we nu de hete snoepjes proberen? Moeten we die niet als laatste doen, want ik denk als je die hebt vergeten, wil je niks meer proeven. Proef je niet meer goed, hoor. Maar ik wil deze wel. Kom, doe deze. Deze augurk. Oh, ja. Oké, jongens, we gaan deze augurk testen. Kun je niet even een bordje pakken, want er zit augurkensap in. Ja, maar dat drink jij ook op, toch? Nee. Oh. Oké, de sour pickle. De sour pickle. Oké, laat me hem even open scheuren. Wacht, er staat op. Tart en tangy flavor. Wat is tangy flavor? Strenge. Jongens, hij gaat open. Hij gaat open. Ik heb ook een kokertje. Man. Lek op die plas van brownie. Oh, wow. Doe je voorzichtig. Oh, wow. Maar dit is echt zo... Ruik eens. Oh, lekker. Ja? Ja. Mag ik die eerste hap nemen? Jongens, nee, ik wil hem echt nemen. Of gaan we het zo doen, zo? Nee, maar dat wordt echt niet. Jawel, kom, we doen zo. Oké, okay, jongens, wacht even hoor, ik haal hem even eruit. Drink jij ook het sap op? Nee. Oh, hij is kapot groot. Jongens, zien jullie het goed? Wow, het is wel echt lekker hoor. Mijn tand is zuur, hè? Ja, lekker hoor. Je gooit al die sap op mij. Wat doe je? Jij sport echt niet, man. Jongens? Hey, die augurk is tanto lekker. Hij is echt lekker. Een dikke 10. Deze is wel een 8,9. Ik geef hem wel een 10. Maar, je proeft wel echt dat dit niet uit Nederland komt, hè? Ja. Weet je wat ik bedoel? Maar hoe wordt dit gemaakt? Ja, maar kan je lekker op de grond? Mm. Hoe wordt dit gemaakt? Ja, ik weet niet. Ja, hoe wordt augurk gemaakt? Weet je dat? Goed in de grond. Jongens, Vonneke zegt dat een augurk uit de grond groeit. Is dat waar? Of is dat niet waar? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat niet geleerd op school. Ga even zoeken hoe groeit een augurk. Ondertussen lek ik gewoon door. Maar ik wil ook nog. Andere kant. Maar nu eet je mijn kant op. Je hebt toch je eigen kant? Baby van me. Nee, maar mijn kant is gewoon mijn kant. Hoe groeit een augurk? Wow, jongens, dit is wel echt... Een augurk groeit uit een plant. Ja? Dat is toch uit de grond? Ja, oké. Okay. Oké, dan. In plaats van dat je een bord pakt. Waarom pak je geen bord? Waarom lek je nog steeds op de grond? Je moet op tafel. Kijk, wow. Nu gaat Brian die augurkensap likken. En dan gaat hij weer vies uit zijn mond stinken. Ja. Jongens, onze hond heeft alles op. Er zijn 3 verschillende soorten augurken. Eén die heel zuur was. Ik heb de zuurste gepakt. Maar ze hadden ook eentje met normale smaak. Maar deze is wel echt zuur. Maar... Ik vind hem wel echt lekker hoor. Ja, man. Nou, nu we toch in de zure bui zijn. Ja. Gaan we door naar... Wat is dit? Jelly straw. Die nasmaak is wel heel heftig hoor. Ja, maar echt heel zuur hè. Ik hou niet zo van jelly snoepjes. Nee, wat is dit dan? Het is van mijn jelly. Is dat vloeibaar? Ja. Ja? Godverdomme, daar hou ik echt niet van. Maar het is wel halal volgens mij. Ja, het is halal. Maar ik hou ook niet van... Yo, jongen. Laat eens zien hoe het eruit ziet. Ugh. Ik krijg het ook niet op. Oh ja. Ah. Yo. Godverdomme, man. Het lijkt gewoon op een snot, man. Eeuw, ja, nu vind ik het niet meer lekker. Doei. Echt toch vloeibaar, man. Ja, ik hou echt niet van jelly snoepjes. Dit kan voor mij een 3. Het heeft geen chemische smaak? Nee. Dus de smaak is wel... Te doen. Te doen is wel oké. Okay, maar ik zou het niet als een... Ik zou dit niet op een vrijdagavond uit de snoepkast trekken. Nee. Extreme sour. Hoe heet het? Extreme sour. Het heet Warhead in Hard Candy Extreme Sour. Nou, dat poppetje ziet er echt uit alsof die niks meer begrijpt en die haren springen echt overeind. Nou, die heeft wat op hoor. Oeh, nou ik ben echt benieuwd hoor. Oh, het is zeg maar een zakje met allemaal kleine snoepjes erin.
Gaan we de alle twee groene nemen? Nee, dat ik neem een strawberry grape. Oké. Okay. Jij ook? Ja. Maar het is gewoon een pepermuntje. Jongens, dit is echt next level zuur, man. Ik denk dat de citroen... Ik denk dat de citroen minder zuur is als dit. Oh, maar later wordt het wel minder heftig, hoor. Nou, maar ik ga dit echt niet meer mond houden, man. Dit voelt gewoon alsof maagzuur naar boven komt, man. Oké, er zit zeg maar zo'n laagje zure rand. Zag jullie mijn kwel in mijn mond? Ja, heel vies. Er zit een laagje zuur om en daar is gewoon een snoepje. Nee, man. Maar het is wel echt heel zuur. Dit is echt voor mij een dikke min 3. Ik heb het een 6. Ja? Ja. Wauw. Oké, okay, we gaan door. Deze hebben ze gerecommend. Ze zeiden van deze is echt heel lekker. Het is Nerds. Het is voor mij chewy. Sweet and gummy inside. Ja, ze zeiden van deze vonden hun oprecht het lekkerst qua snoep. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze smaakt. Gummy glitter. Het zit wel echt een gluster. Ziet er wel echt. Ziet heel lekker uit, ja, man. Ik vind een rare schat. Oh, het ziet echt schattig uit. Maar het ziet er echt niet eetbaar uit. Jawel. Het lijkt op drugs. Oh, deze zijn kapot lekker. Ja, man. Wow. Ziet er ook echt raar uit, hè? Ik heb nog nooit in mijn leven Nerds geproefd, maar veel mensen zeiden van Nerds zijn echt lekker. Ja, man. Ik heb gelijk. Maar dit zijn zeg maar Nerds, maar met gummy, een beetje chewy gummy-achtige dingen. Dus ik heb van mijn 8, een zware 8. Van mijn 9,5. Ja. Ik vind deze echt heel lekker. We hebben ook zure drinken van Cool 8. Maar die gaan we straks nemen om de zuurste weg te spoelen. We gaan nu naar Sour Patch. Oh. Jongens, beseffen dat ik echt kapot voor trek heb en dat ik gewoon snoep zit te eten, hele zure snoep en augurk. Dat ik echt mijn buik voel draaien. Oh, volgende gaat het opruimen vannacht, toch? Ja, voor de mensen die het eigenlijk nog niet weten. Volgens mij weet nog niemand het. Maar de video kotst heel vaak. Nou, niet heel vaak, je overdrijft. Je kotst heel vaak. Wat is heel vaak dan? Wanneer was de laatste keer dan? Sinds ik met jou ben, heb je iets van 7 of 8 keer gekotst. Maar, wanneer was de laatste keer? Dat was de dag dat we de first jewelry gingen schieten. Dat was 3 dagen geleden. Oké, maar het kwam dus door de... Door ja, bij jou komt het door alles. Elke ochtend zijn ze tanden poets en zijn tong poets ook heel dag. Gewoon elke ochtend, hè? Oké, we gaan deze ziet nog echt heel zuur uit. Hé, hey, Brandy, wat lik je mijn vinger, jongen? Dit zijn zure watermeloenetjes. Oh, het ziet er ook echt zuur uit, man. 3, 2, 1. Echt keurig droog. Nou, proost. Proost. Oh. Is het zuur? Nee. Waarom overdrijf je dan? In het begin was die wel een beetje, dat die even zo... Inkomen? Ja. We hebben hier cinnamon toast. Maar die gaan we nu niet eten. Die gaan we wel in een vlog of zo meenemen dat we... Churros hebben we hier, jongens. Churros. Churros. Wow, ik zeg het gewoon zelf een keer. Wauw, en je bent nog Spaans. De echte Spaanse churros. Ja, die achterkant ziet ook echt heel schattig uit. En hij kost 8 euro, dus denk jij, ik heb geen geld, nou koop hem niet. Nee. Oh. Maar we gaan deze wel een keertje reviewen in een vlog of zo. Ik maak deze wel open, want ik wil echt één churro proeven, jij niet? Ja. Wauw, hij is echt heel klein, maar wat schattig. Het lijkt op hondenbrokjes. Ja. Jongens, het lijkt echt op hondenbrokjes. Oh, corona, pastel. Lekker dat er kaneel op zit. Ja, kaneelsuiker denk ik. Waarom? Oh, dit ga ik wel morgen eten, man. Maar we hebben geen melk meer. Oh, ga ik gewoon halen. Met zijn gierig werk, eerst spuug in mijn gezicht. Man. Oh mijn god. Jongens. Dit is hem. Ja. Ik ga melk pakken, ik wil het echt goed van. Doe jij eerst de ding erin en dan melk of eerst melk?
Eerst mijn cornflakes. Ja, dan, toch? Ja. Ja. Wat doen jullie? Zet het in de comments. Wow, ik zet echt helemaal vol. Is die melk nog goed? Ja, ik heb eergisteren gehad. Oh. Oké, hier is jouw lepel. Oké, we gaan nu proeven met melk. Eén lepel is goed toch? Oké, nee. Dan niet. Ik wil toch alle twee tegelijkertijd eten. Dat is toch? Ik denk je moet hem even laten sudderen. Even sudderen. En de sudderen is alsof het vuur staat. Heel erg dom. Super dom. Oh, dit jongens. Dit wordt hem, geloof me. Een dikke 10. Hebben we al cijfer gegeven? Je blijft in mijn gezicht spugen. De derde keer loop ik weg en maak je het verder af. Ik zweer. Oké, sorry schat. Je blijft gewoon spugen. Ik zeg je eerlijk, dit is wel een 10. Ja. Oké, laat slapen jongens. Maar dit is, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat dit is. Ik weet niet precies wat het is, maar we gaan even kijken wat dit is. Tom, oh, dit zijn poeders. Oeh. Of lollies, nee, dit zijn... Dit is zo'n lolly, oh, zo'n lolly met zo'n zure dip. Tafel. Ja, ik kan dit echt niet eten, man. Oké, dan krijg je ook deze niet meer. Nou, Vonneke gaat het voordoen. Want dit is echt te zuur voor mijn buik, man. Vonneke heeft echt een hele andere darm als ik. Ik laat echt kapot van schepen. Ja, poep en puff, alles onder elkaar. Echt rare snoep eigenlijk, hè? Nou. Maar waarom zouden mensen dit kopen? Dat ze gewoon denken, hier heb ik trek in, dit wil ik gewoon eten. Het is wel echt extreem zuur. Ja, man. Ik voel gewoon mijn kronen gewoon wegbranden, man. Jongens, dit is echt... Ik zweer het. Ik ben blij dat ik geen echte tanden meer heb, want mijn tanden zouden dit niet aankunnen, geloof me. Dit is wel echt lekker hoor. Fanta met lychee. Jongens. En dit is ook een drank. En met zo met je haar. Ja. Yeah. Deze hebben we ook. Die moet je echt op een coole manier openmaken. Maar nu gaan we... Deze ziet er echt lekker uit hoor. Laat jij deze zien, dan laat ik deze zien. Dit is een Nerds Roll. Is een lange slang van Nerds. En ik ben benieuwd op die proef, man. Gaan we die roze opmaken of die blauwe? Oh, maar we moeten dan die hele slang eten. Ja, ik ga het wel opeten. Ja? Ja. Mijn dieet begint toch elke week opnieuw, dus ja. Maar die ziet er zo lekkers uit, dus we doen die blauwe. Het is gewoon hetzelfde, denk ik. Ja, maar die kleintjes, maar dan een sliert ervan. Oh, hij is wel lekker. Hij ziet er wel echt lekker uit, hoor. Wauw. Zijn wel creatief, hè? Ja. Yeah. Echt veel suiker, man. Ik voel mijn darmen echt al dansen, man. Ik slaap op de bank vandaag. Oké, we gaan nog twee doen. En de laatste is deze hete buik. Die bewaren als de laatste. Jij mag kiezen wel of één laatste gaan proeven. Ik ben wel een beetje klaar mee. Misschien chips, dat hebben we nog niet gehad. Hey, ik kwam er net achter dat we ook nog deze hebben. De superhete bean basil. En Batman bean basils. Die gaan we echt niet aankunnen, man. Wil je die niet doen? Ik wil deze wel echt doen. Ik ga echt geen een van allebei meer eten, man. Oké, dan... Ik ben echt helemaal vol. Gaan we naar de hete popcorn. Ik ben echt benieuwd hoe deze proef, man. Ja. Oeh, dan heb ik, nou, zo ziet het eruit van binnen, jongens. Het lijkt gewoon op die hete Cheetos, maar dan op een popcorn. Wat vind je ervan? Lekker, hè? Ja, man. Wat dit? Maar is het heet? Ja?
Dus die combinatie is echt raar, man. Het is wel spannend of zo, hè? What this? Het is wel echt lekker, hoor. Wauw, jongens. En het liefste geef ik jullie gewoon die zak, dat je het gewoon kan ervaren. Want kijk eens hoe het eruit ziet. Hier, een beetje voor jullie. Jongens, dit is echt... Het is echt heel lekker. Wij hebben onze vrijdagavond... Oh, helemaal ingepland. Maar hoe meer je eet, wel hoe heter het wordt, hoor. Maar het is wel echt lekker, hoor. Ik geef dit idee ook echt een 10, gewoon. Dit is echt van die rare dingen die je gewoon echt in je leven moet hebben gezet. Ja. Gaan we deze drink even proeven? Om het weg te spoelen. Cool Aid Sour Drink. Yo, ik kan echt niet meer, man. Nou, ik ben benieuwd of deze drink echt zuur is. Dit is echt veel te veel, man. Suiker, man. Mijn tong ook helemaal. Proef eens. Weet je hoe dit proeft? Je weet toch dat ding in de auto? Die parfum, of dat boompje toch? Dat groene boompje. Zo proeft dit, maar dan als drinken. Is zuur, hè? Ja, man. Wow. Oké, okay, last but not least. Oké, okay, deze, na deze jongens, ga ik het niet meer redden. De heetste snoepjes. De heetste snoepjes van de winkel, hè? Ja, er staat nog op, get fired up. Oh mijn god, dit gaat echt wat worden. Oh, ik zeg, ik ben nog een beetje in shock van die popcorn, man. Jongens, ben je echt een poesie dat je maar eentje gaat kauwen? Kijk hoe het eruit ziet, man. Lekker peper. Maar ruik je het ook? No, dit ruikt echt, jongens. Ruik naar kaneel. Nee, dit ruikt naar... Ja, ruik naar kaneel, toch? Het ruikt naar kaneel. Maar dan weet je dat je echt de lul bent, hoor. Schat, dit is de laatste, kom. Oké, wat ga je dan niet voor me koken? Juist. Wat dan? Wat weet je, schat? Die pasta. Kom. Oké. 3, 2, 1. Ik proef niks. Wauw. Oh, wacht even. Oh. Je moet even wachten, hoor. Hij tintelt, hè? Ja. Hij is niet heel heet, maar hij tintelt wel. Maar die smaak is echt heel vies. Ik weet waarom ze het heet noemen, want het effectje op je tong is gewoon... Ja, maar het is echt alsof je hele hap kaneel in je mond doet. Ja, nee, dit is echt niet... Nee, man, een min 3. Hete cinnamon. Om weg te spoelen. Eeuw, maar jij spuugt nu ook op mij. Oké, klaar, dan staan we hier 2-2. 3-2. Oké, klaar. Ik word echt misselijk van dit snoep. Is het wel lekker? Ja? Die Chifanta. Eeuw, ga niet met je neuslucht erin. Je neuslucht? Je blaast toch uit in je neus? Oké, okay, deze is lekker, wel lekker, hè? Man. Okay. Maar die heb ik uitgekozen. Oké, nou deze is wel. Yeah. Deze is. Dit is wel. Het heeft echt jongens, dit. Op mijn maag, hoor. Dit is het beste. Sorry, maar ik was super. Gewoon door die vlog heen. Gewoon. Ik ga niet voor je liegen, maar ik hou echt niet van Fanta. Gewoon helemaal niet. Ik drink het nooit. Maar deze. Als ik uit deze kon kiezen en een colaatje, zou dit dan wel echt zijn, hoor. Nou, ik denk dat het was, man. Ja, man, het is echt lekker, man. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop het, man. Ik heb veel geklaagd, want suiker en suiker en suiker, dat is een en al buikpijn. Oké, welke vond jij het beste? Sowieso deze Fanta. Mm-hmm, de allerbeste. Mm-hmm. En dan, sowieso, ik zeg eerlijk, man, die dikke augurk, man. Ja, man. Ik ga die laatste. Pikli? Pickle. Sour pickle. Nou, gewoon de video tot laatste happy. Nou, ik hoop dat jullie het een hele leuke, toffe video vonden. Wij vonden het in ieder geval leuk om met jullie te delen. En na deze video... Ja, waarom laat je me nooit uitpraten? We hopen dat jullie het een leuke video vonden. Wij vonden het in ieder geval leuk om met jullie te delen. Like, comment en laat ons nou weten of je eerst melk bij de cornflakes moet doen. Of
eerst cornflakes en dan melk. Eerst moet je cornflakes en dan melk. Dat is mijn mening. Wat is jouw mening? Zolang je het maar kan eten met melk. Dus jij doet eerst melk en dan cornflakes? Nee, dat is voor psycho's. Dus jij doet ook eerst cornflakes en dan melk. Zie je? Dat bedoel ik. Wat doe jij? Laat het in de comments weten. En dan zie je ons bij een nieuwe video. Oké, pap! Klik jij het uit? Klik jij het uit. Doe het, man. Klik jij het uit? Doe het, man. Doe het. Ik ben klaar. Ruim jij het op. Hoi. Tot morgen.